Hierbij open ik deze academische zitting aan de Universiteit Maastricht. Allereerst heet ik van harte welkom mevrouw Charlotte Pauwels. Zij zal haar academisch proefschrift, dat getiteld is Smoking Topography and the Assessment of Exposure to Cigarette Smoke Compounds, ze zal die theses in het openbaar verdedigen. Ik heet van harte welkom alle leden van de promotiecommissie. In het bijzonder de vier promotoren. Professor Oppenhuizen, hij is professor of Risk Assessment and Risk Communication aan de Universiteit Maastricht. De tweede supervisor is professor Van Schoten. Hij is hoogleraar genetische toxicologie, ook aan de Universiteit Maastricht. En dan zijn er twee co-promotoren. Ten eerste dokter Talhout. Zij is senior researcher in tobacco research aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, in Bilthoven. En dokter Boot, zij is assistant professor in personalized pulmonary pharmacology bij de Universiteit Maastricht. Ik zal de vijf opponenten straks bij u introduceren. En ik heet natuurlijk ook van harte welkom alle volgers van de livestream. Mevrouw Pauwels, mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Gaat u gang. Geachte prorector en leden van de corona, beste familie en vrienden, welkom. In de komende 15 minuten ga ik u meer vertellen over mijn thesis, genaamd Smoking Topography and the Assessment of Exposure to Cigarette Smoke Compounds. Als ik dat vertaal naar het Nederlands, zou mijn thesis heten Rooktopografie en de beoordeling van blootstelling aan verbindingen in sigarettenrook. Ik zal beginnen met het schetsen van de aanleiding van mijn onderzoek. Iedereen weet het, roken is slecht voor je. Naast de coronapandemie waar we nu mee te maken hebben, hebben we al jaren te maken met een tabakspandemie. Om de tabakspandemie op te lossen, moet idealiter de productie en verkoop van tabaksproducten worden verboden. Naast maatregelen om tabaksgebruik volledig te voorkomen, zoals belastingverhoging en hulp bij stoppen met roken, helpen ook risicobeperkende maatregelen, bijvoorbeeld door regelgeving omtrent sigaretten. De Wereldgezondheidsorganisatie, ook wel de WHO genoemd, heeft een kaderverdrag tabaksontmoediging opgesteld, waaraan wereldwijd vele landen en regio's meedoen om het tabaksgebruik te verminderen. Maar helaas is er weinig vooruitgang met artikel 9 in het kaderverdrag. Dit artikel gaat over richtlijnen voor het testen en meten van de inhoud en emissies van tabaksproducten en voor de regulering hiervan. Oftewel, het meten van verbindingen in sigarettenrook. Maar het is niet zo dat we nu niets meten in sigarettenrook. In het laboratorium gebruiken we een rookmachine om rookgedrag te imiteren. We kunnen onder andere de trekduur, het trekvolume en de tijd tussen twee trekjes instellen. De sigarettenrook die de machine produceert, wordt opgevangen op bijvoorbeeld een filter en daarmee kunnen we bepalen welke en de hoeveelheid stoffen die er in sigarettenrook aanwezig zijn. De Europese Unie heeft een maximale blootstelling van teer, nicotine en koolmonoxide, oftewel TNCO, in sigarettenrook in de Europese tabaksproductenrichtlijn beschreven. De maximale hoeveelheid op dit moment toegestaan in sigarettenrook is 10 milligram voor teer, 1 milligram voor nicotine en 10 milligram voor koolmonoxide per sigaret. Misschien herinneren jullie dat nog van een aantal jaar geleden. Toen stond het nog afgedrukt op het sigarettenpakje om de roker te informeren over zijn blootstelling. Maar daar is men van teruggekomen. Deze blootstelling is gebaseerd op metingen met een rookmachine die de rooktopografie, oftewel het rookgedrag, onderschat. Deze metingen worden gedaan volgens de zogenaamde ISO-methode, waarbij de rookmachine trekjes neemt met een lager volume dan dat rokers doen en ook nog eens minder vaak. Dat wil dus zeggen dat de informatie op het pakje de roker eigenlijk niet correct informeerde. Een goed voorbeeld van een uitkomst van het onderschatten van rookgedrag zijn de zogenaamde light sigaretten of de schummel sigaretten, een term die jullie wellicht op het nieuws hebben gehoord. De light sigaretten zijn in de markt gezet als sigaretten die minder TNCO in de rook zouden bevatten en dus ook minder schadelijk zouden zijn dan reguliere sigaretten. En dat stond zo ook op het pakje. Maar wat maakt het nou een schummel sigaret? Het design van een light sigaret heeft ventilatiegaatjes in het filter die net niet afgesloten worden door de rookmachine als er afgerookt wordt om TNCO te bepalen.
Met sigaretten met een hoge filterventilatie kan er meer lucht aangezogen worden die de sigarettenrook verdunt en dat resulteert in lage TNCO-waardes. Als rokers deze sigaretten roken, dan sluiten ze de ventilatiegaatjes met de vingers of de lippen en krijgen ze meer TNCO binnen dan dat uit de rookmachinemetingen komt. Mijn project had als doel om de metingen die we met de rookmachine doen te vergelijken met het rookgedrag van mensen. Zo kunnen we een rooktopografie kiezen die meer lijkt op hoe een mens rookt. Op deze manier kunnen we beter bepalen aan welke hoeveelheden schadelijke stoffen in sigarettenrook een roker wordt blootgesteld en hoeveel hiervan wordt opgenomen in het lichaam van de roker. Maar hoe hebben we dat dan bereikt? We weten dat sigarettenrook meer dan 6000 stoffen bevat met verschillende chemische eigenschappen en die kunnen we niet allemaal bestuderen. Bovendien kan er geen rekening gehouden worden met alle mogelijke verschillen tussen blootstelling van rokers, nog met de vele verschillen tussen sigarettenmerken. Daarom houden we ons aan het advies van de WHO en dus richten we ons alleen op nicotine, koolmonoxide, aldehydes en andere vluchtige organische componenten, ook wel VOX genoemd. We hebben twee soorten experimenten uitgevoerd, gefocust op deze sigarettenrookverbindingen. We hebben studies met de rookmachine uitgevoerd, waarbij sigaretten worden gerookt onder gereguleerde omstandigheden. Die zijn vastgelegd in een rookmethode, zoals de ISO-methode waar ik net al over vertelde. Een ander type experiment is met rokende vrijwilligers. We hebben twee studies gedaan met vrijwilligers om hun individuele rookgedrag en de opname van sigarettenrookverbindingen in het lichaam te bepalen. Daarvoor hebben we mannelijke vrijwilligers in de leeftijd van 25 tot 35 jaar uitgenodigd die gewend zijn aan het roken van de reguliere Marlboro-sigaret. De studies vonden plaats in een appartement met een balkon om een huiselijke setting te creëren in plaats van dat ze in het lab zouden plaatsvinden. Ons doel was namelijk om natuurlijk rookgedrag te bestuderen. De reden waarom we beide type experimenten hebben gebruikt is omdat een roker meestal een rooktopografie toepast die uniek is. De rooktopografie verschilt van die van andere rokers, maar kan ook afhangen van het merk dat gerookt wordt. Door de rooktopografie van de roker te vergelijken met de huidige rookmethodes, kunnen we gestandaardiseerde instellingen optimaliseren die helpen bij het vaststellen van limieten voor de regulering van sigaretten. In de volgende dia's zal ik vertellen over deze studies. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid van TNCO en aldehydes in sigarettenrook hebben we een rookmachine-experiment opgezet. Hiervoor hebben we 11 populaire merken uitgekozen die ook nog eens verschillen in TNCO-gehaltes. Tenminste, volgens het pakje verschillen ze in TNCO. Om variaties in rookgedrag na te bootsen hebben we gekozen voor 4 verschillende rookcondities. Namelijk de ISO-methode, waarbij ventilatiegaatjes niet worden afgeplakt, en de intensieve HCI-rookmethode, waarbij ventilatiegaatjes wel worden afgeplakt en er en vaker en een groter trekje wordt genomen. Omdat we zowel de invloed van de trekjes als van de ventilatiegaatjes willen onderzoeken, hebben we beide methodes met en zonder afplakken van de ventilatiegaatjes gebruikt. We vonden dat het gebruik van een intensieve rookmethode zorgde voor een verhoogde aldehydeconcentratie in alle onderzochte merken sigaretten. Daarnaast vonden we samenhang in de hoeveelheid van de stoffen. Als een van de aldehydes meer aanwezig was, dan was dat vaak ook het geval voor de andere stoffen. We vonden ook dat het verschil in stoffen tussen reguliere en laag TNCO sigaretten met hoge filterventilatie afnam bij intensief roken. Dit effect is sterker in combinatie met het afplakken van de filterventilatiegaatjes. Concluderend kan gezegd worden dat een roker van sigaretten met een hoge filterventilatie een verhoogd risico heeft op hogere blootstelling in vergelijking met een roker van de reguliere sigaretten. Dat terwijl een roker denkt dat hij een minder schadelijke sigaret rookt. Ik gaf al aan dat het rookregime op de rookmachine niet hetzelfde is als het rookgedrag van een echte roker. Het rookgedrag van mensen beïnvloedt hun blootstelling aan toxische stoffen uit sigarettenrook en het is belangrijk om te weten hoe dat zit om een risicobeoordeling goed te kunnen doen. In een studie met rokende Marlboro-vrijwilligers hebben we het rookgedrag gemeten. Het trekvolume, de trekduur, de trekfrequentie en het trekinterval werden gemeten met een draagbaar rookapparaat dat het rookgedrag registreert. De rokende vrijwilligers vertoonden in de loop van de dag een consistente rooktopografie, waardoor een gepersonaliseerd rookprofiel kon worden gemodelleerd per roker.
Deze rookprofielen werden vervolgens gebruikt als instellingen voor experimenten met de rookmachine, waardoor we zowel de methode als de TNCO-waardes konden vergelijken. We vonden vervolgens dat rokers intenser roken dan de rookmethodes die we al kennen. Daarnaast, en in lijn der verwachting, vonden we dat rokers dus meer TNCO-blootstelling hebben dan we meten met de bestaande rookmethodes op de rookmachine, waarbij het rookgedrag het meest in de buurt komt van de HCI-methode. Vergeleken met de ISO-methode, die een lager trekvolume toepast ten opzichte van rokers, kan de productie van TNCO minstens 2 keer hoger zijn dan wanneer echte rookprofielen worden toegepast op de rookmachine. Rokers namen vaker een trekje en hebben daarmee een hogere trekintensiteit. Naast de aldehydes worden rokers ook blootgesteld aan VOX. Dit zijn zeer vluchtige stoffen. We focusten op VOX in rook van 3 soorten sigaretten. Een reguliere Marlboro, een laag TNCO en dus hoog filtergeventileerde Marlboro Prime, en deze Marlboro Prime met afgeplakte filterventilatiegaatjes. We lieten rokers de sigaretten roken en namen bloed af net voor en net na het roken van de sigaret. We lieten ze ook uitademen in een apparaat dat de adem opvangt. Uit onze gegevens blijkt dat het roken van de verschillende sigaretten vergelijkbare niveaus van VOX in bloed en uitgeademde lucht tot gevolg heeft. Dit wil zeggen dat machineroken-experimenten minder relevant zijn voor het voorspellen van de blootstelling aan VOX, omdat we in de rookmachinemetingen wel verschillen zagen. Ik vertelde jullie al over filterventilatiegaatjes. De aanwezigheid van filterventilatiegaatjes kan ertoe leiden dat rokers hun rookgedrag aanpassen aan de mate van filterventilatie. Daarom hebben we het effect bestudeerd van filterventilatie op de rooktopografie van rokende vrijwilligers, op het aantal sigaretten die door hen per dag worden geconsumeerd en op hun nicotinebloedspiegels. Op studiedag 1 rookten de vrijwilligers Marlboro-sigaretten. Daarna zijn ze thuis gedurende een week overgegaan op het roken van een laag TNCO en dus hoogfilterventileerde sigaret de Marlboro Prime. Vervolgens zijn ze teruggekomen voor studiedag 2 en 3, waarbij ze eerst die Marlboro Prime rookten en vervolgens de Marlboro Prime afgeplakt. Ze mochten roken hoeveel en hoe vaak ze wilden tijdens de 3 studiedagen. De meeste rokers veranderden hun dagelijkse aantal sigaretten of de karakteristieke rooktopografie niet bij het overgaan van hun normale Marlboro Red naar de Marlboro Prime of de afgeplakte Marlboro Prime. We vonden vergelijkbare nicotinebloedspiegels na het roken van de Marlboro Red en de afgeplakte Marlboro Prime gedurende de dag. Er werden slechts iets lagere nicotineconcentraties gevonden bij het raken van de Prime. Onze conclusie luidt dat wanneer rokers hun eigen karakteristieke rooktopografie toepassen, extraheren ze vergelijkbare hoeveelheden nicotine uit sigaretten met verschillende filterventilatie om hun nicotineverslaving in stand te houden en rookten ze een vergelijkbaar aantal sigaretten per dag. Als we de resultaten van mijn proefschrift samenvatten, dan kunnen we zeggen dat de meeste rokers geen of minimale karakteristieke aanpassingen van de trekparameters hebben bij het overstappen op een ander sigarettenmerk. Het rookgedrag is significant verschillend tussen rokers, maar alle rokers rookten een vergelijkbaar aantal sigaretten per dag van de verschillende merken. En bereikten hiermee nog steeds vergelijkbare nicotine, koolmonoxide en VOC bloedspiegels, onafhankelijk van het type sigaret. Metingen van verbindingen in sigarettenrook geproduceerd met de rookmachine kunnen worden gebruikt als schatting van de blootstelling voor risicobeoordeling voor mensen. Ons onderzoek toont aan dat de trekinstellingen van de rookmachine en de kenmerken van het sigarettenontwerp, met name filterventilatie, belangrijke determinanten zijn voor de concentraties van schadelijke stoffen in sigarettenrook. En bij het bepalen van de concentratie van toxische stoffen is het belangrijk om meer dan 1 rookprofiel en verschillende typen sigaretten te gebruiken om een representatief bereik voor humaan roken in sigarettenrook te garanderen. Dan nu afsluitend onze adviespunten. Met de nu gebruikte rookmethodes op de rookmachine wordt het humane rookgedrag onderschat. Adviseren dan ook een intensere rookmethode die meer lijkt op menselijk roken, waarbij bijvoorbeeld 3 in plaats van 2 trekjes per minuut genomen worden.
Dan laten we zien dat afplakken van ventilatiegaatjes tijdens rookmachinemetingen van cruciaal belang is, omdat er zonder afplakken onrealistisch lage opbrengsten gegenereerd worden voor sigaretten met een hoge filterventilatie. Een voorgestelde wijziging is het half blokkeren met het gebruik van houders die het filter gedeeltelijk afdekken bij gebruik in rookmachine-experimenten. Als laatste denken we dat één testmethode te gevoelig is voor aanpassingen van de sigaret door de fabrikant, zoals is aangetoond met de ISO-methode en filtergeventileerde sigaretten. Daarom is altijd een tweede testmethode vereist om samen met een intense afrookregime te worden gebruikt. De nadelige gevolgen voor de gezondheid van individuen en hun omgeving door het roken van sigaretten is onbetwist. Het roken van tabak verhoogt het gezondheidsrisico en niet roken is het enige gezonde alternatief. Maar sigaretten zijn legaal verkrijgbaar en dus kan regelgeving die de schadelijkheid van tabaksgebruik vermindert, helpen. Ik hoop dan ook dat ik heb kunnen duidelijk maken dat mijn proefschrift informatie bevat om toekomstige regelgeving te ondersteunen. Best mij om jullie hartelijk te bedanken voor jullie aandacht en dan geef ik nu het woord weer terug aan de prorector. Hartelijk dank, mevrouw Pauwels, voor erg duidelijke overzicht van uw proefschrift. En de oppositie zal nu worden geopend. En wel door professor Seim. Hij is hoogleraar Food Safety in a Sustainable Economy aan de Universiteit Maastricht. Professor Seim. Geachte kandidaat, ik begin hier met van harte te feliciteren met de totstandkoming van dit mooie en ook belangrijke proefschrift. U heeft het al aangegeven, onderzoek naar roken is belangrijk. Niet alleen wetenschappelijk, maar ook vooral maatschappelijk. U geeft het ook aan. Er sterven nog vele mensen aan het roken. In Nederland jaarlijks 20.000. Dat is een behoorlijke hoeveelheid. In uw onderzoek gaat u vooral in op de blootstellingsschatting van de risicobeoordeling van de gevaren van roken. Uw proefschrift kent een mooi en duidelijke structuur. Aan de hand van de verschillende vragen is het onderzoek opgebouwd en zijn de antwoorden gegeven. Dat rokers gedrag, topografie, blijkt heel relevant te zijn. Verschilt behoorlijk tussen rokers. Als ik onderzoeker was en ik zou al die verschillende lijntjes zien, zou ik me af en toe een beetje afvragen, oh, waar ben ik mee bezig? Maar daar heeft u mee gedeeld. De ISO-methode onderschat de echte inname. Ook zelfs dat protocol van Health Canada, intens. Dus er moet wat gebeuren. Dus een heel belangrijk onderzoek. Uitgevoerd op en met mensen en machines. Laat ook een mooie samenwerking zien tussen de Universiteit Maastricht, het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Alle complimenten. Maar u gaf het zelf ook aan, u heeft de keuze moeten maken, want het gaat over heel veel stoffen, heel veel sigaretten, heel veel tabak, heel veel. Kortom, ja, met keuzes maken zullen er ook vragen komen. En die heb ik natuurlijk ook. Maar toch nog even, het gevecht tegen roken is een van een lange adem. En toen ik uw eerste bladzijde van het tweede hoofdstuk zag en begon te lezen, dacht ik, nou, u bent al heel lang bezig. Want dat artikel is verschenen in 2008. Dus zo staat het daar. Maar ik denk dat dat toch een typfout is, want later in de referentielijst was dat 2018. Dus u bent gelukkig nog niet zo heel lang bezig, maar wel belangrijke dingen gedaan. Nu, mijn vragen. Ik heb een algemene vraag. En dat is omdat het proefschrift nog niet heel duidelijk aangeeft hoe die vrijwilligersstudie zijn gedaan. Want mensen hebben gerookt, mochten roken in uw aanwezigheid. Maar ik heb niet goed kunnen zien of zij ook in elkaars aanwezigheid mochten roken. En of er dus sprake was van passief roken. Dat zou namelijk wel eens invloed kunnen hebben op de resultaten in hoofdstuk 3, op het gehalte van VOC's in bloed, of die topografie in hoofdstuk 4. Kunt u daar eerst antwoord op geven? Hooggeleerde opponent, dank voor uw mooie woorden en ook bedankt voor die eerste vraag. Passief roken tijdens onze studies, ik denk dat ik het zo goed samenvat. Tijdens de eerste pilotstudie met de vrijwilligers hebben we 5 mensen uitgenodigd. Dit hebben we gedaan met enkel 1 vrijwilliger. Dus op dat moment is er geen passief roken, of heeft er geen passief roken plaatsgevonden. Omdat we natuurlijk in Nederland niet binnen mogen roken, hadden we dus
appartement met een balkon, dus de roker ging netjes op het balkon roken en kwam na het roken weer terug binnen. Maar omdat uit het onderzoek blijkt en ook wel wat ze aangaven, is dat ze wel graag roken terwijl ze terwijl er iemand bij is. Dus dat gezelligheidsroken is ook wel echt een ding. Hè? Als ze ergens op straat lopen, dan steekt ze ook een sigaretje op omdat iemand anders dat doet. Dus toen hebben we voor de tweede studie hebben we bedacht dat het toch wel belangrijk zou zijn als er een tweede roker bij is om ook dat natuurlijke gedrag eigenlijk te kunnen ondersteunen en te kunnen onderzoeken. En dus tijdens de tweede studie hebben we telkens twee rokers tegelijk gehad die het experiment deden. En omdat dat toch best wel een gedoe is met de metingen die we allemaal gedaan hebben, hadden we die ook lopen op twee experimentele klokken die ongeveer 10 minuten na elkaar begonnen. Dus elke roker had zijn eigen klok en op die manier konden we toch garanderen dat er op de juiste momenten alle sampling kon plaatsvinden. Dus in het eerste geval is er absoluut geen passief roken. In de tweede studie kan het natuurlijk wel, want ze staan bij elkaar op het balkon te roken. Maar ik denk wel dat de stoffen die ze binnenkregen vooral komen doordat ze zelf stonden te roken en niet per se doordat er op een paar meter afstand iemand anders ook nog stond te roken. Ik hoop dat dat antwoord geeft op de vraag. Ja, dank u wel. Een tweede vraag is, en dat gaat eigenlijk over de resultaten van hoofdstuk 3, waar het vergelijk wordt gemaakt tussen de headspace in bloed, of boven bloed, en de uitgeademde lucht. Ik zie dit vooral als een poging om te toetsen of de hypothese er is dat het gaat om een uitwisselingsconstante tussen een waterige omgeving en een luchtomgeving. En die hypothese is niet bewaarheid gebleven. Dat is eigenlijk wat u heeft gedaan. Want er is niet zo'n goede relatie. Want je zou eigenlijk verwachten dat wat er in de lucht zit, dat een goede relatie heeft met wat er in het bloed komt. En dat vindt u niet. Maar is dat eigenlijk niet heel vreemd dat u die hypothese heeft opgesteld voor al die verbindingen? Het klopt dat we de headspace van het bloed zien als een evenwicht tussen het bloed en wat er boven het bloed zit, zou vergelijkbaar moeten zijn met wat er in het bloed zit. Maar dat hangt af van elk component zijn Henry-constante. Daar ben ik dan weer niet zo heel erg geleerd in. We hebben ook een hele serie aan stoffen die ook allemaal verschillende Henry-constantes hebben. Maar we hebben de aanname gedaan dat die vergelijkbaar zou zijn tussen al deze stoffen. Dus op het moment dat wij de headspace van bloed samplen, gaan we ervan uit dat het inderdaad hetzelfde is als wat er in de uitgaande lucht zit. Ja, als dat ik het mag onderbreken, dan ik heb namelijk ook die Henry's gestand even vergeleken voor die stoffen. En die zijn inderdaad niet zo heel verschillend. Maar er gebeurt natuurlijk meer in het lichaam dan alleen distributie en verdeling. Dus als u nu, als ik dan vervolgens kijk naar uw laatste hoofdstuk, waar u voorstelt om een air-liquid interface model te gaan gebruiken, dan heb ik het idee dat u eigenlijk weer doorgaat op die hypothese dat die verdeling tussen lucht en water, of die Henry's constante, weer de belangrijke drijfveer is voor dat onderzoek. Terwijl ik denk dat er wel meer aan de hand is in het lichaam, waar ook metabolisme bijvoorbeeld een rol kan spelen. Zou u daarom dat vies om met meerdere of met een ander experiment te gaan werken niet kunnen gaan uitbreiden? En wat zou u dan gaan doen? Nou, wat we uiteindelijk willen weten is of de blootstelling waaraan de roker is blootgesteld, wat bijvoorbeeld de rookmachinemetingen doen, dat is heel interessant. Maar wat we echt willen weten is wat er in het lichaam, in die circulatie terechtkomt. En dan dat wat in het lichaam terechtkomt, in de circulatie terechtkomt, dat is wat de daadwerkelijke schade zal gaan aanrichten, of wat het risico zal verhogen op het ontwikkelen van tabaksgerelateerde ziekten. En daar weten we te weinig van wat die relatie is tussen wat er binnenkomt en wat er in de circulatie komt. En een stapje verder is nog weer wat er in de circulatie komt versus wat er ook daadwerkelijk schade aanricht. Nou, dat tweede stapje, dat zou denk ik interessant zijn om in van die air liquid phase experimenten te gaan doen. Wij hebben vooral gekeken naar blootstelling versus intake. Dus echt wat er die circulatie inkomt.
Dank u wel voor uw antwoord. Ik heb nog veel vragen, maar ik zie dat mijn tijd is afgelopen. Ik geef graag het woord weer terug aan de prorector. Dank u wel. Dank u wel, professor Sam. The opposition will be continued by Professor Eisenberg. He is professor of health psychology at Virginia Commonwealth University in the United States of America. Professor Eisenberg. Good afternoon. I'd like to start by thanking the candidate and the committee for giving me a chance to read this thesis. It was really informative, and I'm glad I had a chance to do it. I also would like to apologize for speaking in English. I'm sorry that my Dutch is not good enough to carry this on in that language. I was particularly intrigued by the implications in future research section, where the text says that smoking machine studies are inadequate and need improvement to allow for an accurate exposure assessment. So I guess I wanted to talk with the candidate a little bit about what those improvements might be. What does she recommend with respect to smoking machine testing? Highly esteemed opponent, thanks for your nice words and thanks for the question, of course. And thank you for being here. About the improving of the smoking machine experiments. Well, the main issue, of course, is the smoking regime itself. Especially in the European Union, we use the ISO method. Worldwide, we also know the Canadian TENS method. And with our smoking studies, but also with the studies that you did in the past, we see that smokers have more intense smoking profile than what we're using on our smoking machines. So I think that is the main, the smoking methods is the main issue that we need to improve in these smoking machine experiments, yes. So would you suggest, for example, every product should be tested only when we have smoking profiles from humans and then the machine should mimic the smoking profile of the humans? Well, in the European Union, we indeed test all cigarette brands on the market because they are not allowed to be above the THCO values of 10-110. That's not all over the world the same. So if we have a limit again, or we use the same limit, or with any limit, it is important that we use more look-alike profiles as that smokers do and not the methods that we're using now. Let me press you a little bit more on that. How would you envision acquiring the human smoking profiles to direct into the machines? Well, as we proposed in the discussion, if we have the smoking profiles more intense than what we have now, so 3 puffs per minute instead of the 2, which is used in the Canadian TENS and in the ISO method, but also a larger puffing volume, we will end up with a larger total puffing volume. And we think that is more important to have because it says something about the exposure and the toxicants in the cigarette smoke. And if possible, I'd like to move a little bit away from cigarettes. What about novel products, a product that we don't know anything about, and a tobacco producer wants to market that product? How do we test a product that we don't know how people use it? Interesting question. Yes, I know that for the, for example, for the vapors, the e-cigarettes, they are developing now also vaping regimes or vaping methods for on a smoking machine, but you also have to do with the device itself, which we don't have in case of the cigarette. So they're also developing now a vaping device, which can be used in cigarette machine experiments to test those methods. Because I think if we want to compare products, the novel ones or the cigarettes, we need to have standardized settings, and it should be mimicking how humans use it and not the ISO method that we're still using now, and which is like from 1960s, I think. So we have to go with our time, but politics doesn't follow always, right?
Yeah, I guess I'm worried that standardized, you said two things, standardized testing and mimic human smoking. And I worry that those are in opposition to each other. How can you have standardized testing when humans, you've demonstrated, humans smoke or use these products very differently? Well, that's why we propose to have two methods, because then at least you have a range of people that are covered. So the ones that are maybe smoking not that intense and the ones that are smoking very intense, because we see that there's so much difference in those puffing profiles. So if we have those two methods, we have a range of exposure estimates at the end, and then at least we know to which maximum and minimums that people are exposed to. And that might be very informative, I think. I see. Switching to a different topic, in the study where you had individual smokers using the Marlboro Red, Marlboro Prime, and the Marlboro Prime taped, am I right that you did not see compensation in the folks when they switched from Marlboro Red to the Marlboro Prime? It depends on how compensation is formulated. We don't see large differences in smoking behavior from the one cigarette to the other type of cigarettes. We don't see a lot of differences in the nicotine levels in the blood when you switch from the one type of cigarette to the other one. We only see that if they go to the Marlboro Prime taped, for example. So if you refer to compensatory smoking behavior as the nicotine levels, that they adjust their smoking behavior to that, no, we don't see that. I see. And in the Marlboro Prime taped, where you saw some changes in smoking behavior, would you define those changes as compensatory changes? That is, because of the taping, the people were receiving much more smoke or stimuli than they would otherwise receive in an untaped Marlboro? No, I don't think they compensated because of the nicotine, but they compensated because they didn't like the cigarette itself. I think that smoking is more than just a pharmacological addiction to nicotine, but it's also the smoking habit that is part of their smoking behavior. Yeah, you'll get no argument from me that compensatory smoking, should it occur, is not due to nicotine. It happens far too fast, in my view, to occur because of the nicotine. And in fact, as I think you suggested, is likely due to the stimuli, other non-pharmacological stimuli that are associated with the inhalation. Why do you think for the Marlboro Red to Marlboro Prime transition, you didn't see a behavior that many folks have seen in the past? The compensatory smoking behavior, changes in puff volume, puff duration. What we also saw is that the puffing behavior that was shown by our participants is already quite high, as I can say it like that. So it is higher than we saw in literature. So that might be a reason that the difference is not that large. So they're quite intense smokers already. So even more intense, maybe on a low, on a high ventilated cigarette, might not be possible. That might be an explanation. Also, the holding of the cigarette is one of the things there, because of the filter ventilation there and closing the filter ventilation holes. We saw during this, or we heard during the studies, that one of the participants, for example, said, yeah, but there are holes in there and I close them with my fingers because it smokes better. So they're sometimes they are aware of those ventilation holes and they adapt their behavior to that. Okay. Consciously, but sometimes also unconsciously. I see my time is up. Don't go well. Thank you very much, Professor Eisenberg. De volgende opponent is Professor van Schaik. Hij is hoogleraar Preventive Medicine aan de Universiteit Maastricht. Professor van Schaik, gaat de gang. Ja, dank u wel, meneer prorector. Ik wil de kandidaat, geachte kandidaat, wil u van harte feliciteren. Ik vind het een heel fraai en buitengewoon relevant proefschrift. Mooie artikelen die gepubliceerd zijn in goede tijdschriften, dus complimenten daarmee. Ik zou willen inzoomen op hoofdstuk 4.
Het is een interessant hoofdstuk. Het gaat over individuele puffingprofielen van rokers. En u laat daar een aantal hele interessante bevindingen zien. En ik zou willen beginnen eigenlijk met hoofdstuk 1. Met tabel 1, dus van hoofdstuk 4. Waarin u ingaat hoe die verschillende profielen van de rokers eruit zien. En het eerste wat dan opvalt, als je naar die tabel 1 kijkt, is dat er zo'n ongelooflijk grote verschillen zijn tussen de rokers. Je ziet, als je even naar het totaal kijkt, de hoeveelheid volume die bijvoorbeeld smoker 1 rookt vergeleken met smoker 4, zie je een factor 6 zie je ertussen zitten. Dat is nogal wat. Dus dan kijk je zo eens even wat verder naar de getallen. En ik vroeg mij af van, als dat zo groot is, en dan valt natuurlijk vooral roker 1 op, die 26 puffs per sigaret rookt, en die heeft een puffvolume wat zeker niet minder is dan het gemiddelde. De flow die ook niet minder is dan het gemiddelde, de duur van de puff is niet minder, en de hoeveelheid tijd die er tussen de puffjes zit, die is ook niet minder. Dus daar moet behoorlijk stevig gerookt zijn door die roker. Dus ik vroeg me een beetje haast af van, houdt hij nog een sigaret over aan het eind van de sigaret? En dan zal hij niet iedere keer zijn handen verbrand hebben. Maar ik vroeg me af, zou hier ook fouten mee gemaakt kunnen zijn? Want ik kan me haast niet voorstellen dat je 26 puffs uit een sigaret kunt halen. Ik heb zelf ooit in een grijs verleden heb ik gerookt. En volgens mij, wat ik me er zo van kan herinneren, waren er 10, misschien 12 keer dat je een puff nam aan een sigaret. En dan legt hij weer weg. 26, het leek me zo ontzettend veel. Dus even gewoon een checkvraag. Weet u zeker dat het getal van 26 klopt? Hooggeleerde opponent, dank voor de mooie woorden en dank voor de vraag. Roker 1 is een behoorlijk intense roker. Ik ben het helemaal met u eens. En helaas moet ik toch zeggen dat we in ieder geval het apparaatje heeft 26 puffs gemeten. Ja. Oké. Okay. Ik heb ze niet nageteld. Naast gestaan, maar niet geteld. Dat begrijp ik ook. Nee, maar goed, dan gaan we er maar vanuit dat het waar is. Maar dat betekent dus dat er enorme individuele verschillen zijn. Die uiteindelijk leiden tot gigantische, veel meer nicotinebelasting en teerbelasting en dergelijke. Zou het nou ook nog zo kunnen zijn, daar was ik wel benieuwd naar, want u heeft natuurlijk één volledige dag, als ik naar de methodebeschrijving kijk, volledige dag heeft u gemeten. Zou het zo kunnen zijn dat er ook behoorlijke verschillen zijn binnen een individu, dus intra-individueel? Zou het zo kunnen zijn dat als iemand ik noem maar op, een kou heeft of wat dan ook, dat hij totaal anders rookt dan op een andere dag. Dus dat hij toevallig bepaalde dagen van deze mensen genomen heeft. Of weten we zeker dat deze mensen eigenlijk ook die profielen op andere dagen ook op precies dezelfde manier gehad zouden hebben? Wat denkt u? We hebben ze inderdaad een hele dag gemeten. Dus ze waren eigenlijk van de dag voordat het experiment plaatsvond al bij ons op locatie. Dus 's ochtends zodra ze wakker werden, startte het experiment, bij wijze van spreken. Ze waren er ook tot 's avonds laat. Dus zelfs hun laatste sigaret, die ze normaal gesproken ook thuis nemen, misschien net voordat ze naar bed gaan, die hebben we mee kunnen nemen en zijn pas na de tweede nacht naar huis kunnen gaan. Dus we hebben wel echt een totale dag kunnen meten. We hebben natuurlijk geprobeerd om hun natuurlijke omstandigheden te mimiken. Het was een home-like atmosfeer, gewoon een appartementje. Maar waar we natuurlijk geen rekening mee kunnen houden, is intra-individuele verschillen in het rookgedrag. De setting, emotionele status, verschillende cues. Ja. Of een nicotine dependence die kan verschillen. Of de mood, dus hun humeur. Als ze de ene dag gestrest zijn, dan roken ze thuis misschien wel heel anders dan dat ze op een feestje zijn met vrienden, waar ze er misschien wel meer aansteken. Ja. Dus als we dit experiment exact nog 2 of 3 keer zouden uitvoeren, dan wellicht komen er wel verschillen uit. Maar omdat blijkt dat de cigarette count van die dag wel overeenkomt met wat ze zelf hebben reported, als dat hun dagelijkse count zou zijn, gaan we er toch vanuit dat het redelijk vergelijkbaar moet zijn met hun normale dagelijkse leven en hoeveelheid sigaretten. En zag u over de dag heen variatie binnen een persoon?
We hebben door die modellen te maken gemeten of dat we verschillen zien tussen hun eerste, hun vierde, hun zevende of hun 25ste sigaret, bij wijze van spreken. En we zien daar geen significante verschillen in die puff-parameters. Daarom hebben we ook geconcludeerd voor het experiment wat we daarna hebben uitgevoerd, dat je ze ook korter kunt uitnodigen, want met alleen maar 4 sigaretten, random gekozen, heb je eigenlijk het profiel al voor hun present. Het interessante van uw experimenten, waarbij u echt ingezoomd heeft op een individueel profiel, is natuurlijk dat u die gigantisch grote verschillen, dat u die aantreft. En als je dan kijkt naar andere literatuur die je ook aanhaalt, bijvoorbeeld een studie bij 133 rokers, waar dan 72 puffing profiels uitgenomen zijn en die je dan uitmiddelt, zie je dus eigenlijk een andere getallen. En dat brengt mij toch een beetje op de vraag van, zijn we nou op de goede manier bezig met het meten wat uiteindelijk de gevaren zijn van het roken, op het moment dat we uitgaan van gemiddelde en op het moment dat we uitgaan van bepaalde aannames over hoeveel iemand, hoe diep iemand inhaleert, wat de tijd is tussen het puffen, is dat eigenlijk überhaupt wel een goede manier? Dus bottom line, zijn die rookmachines die we op dit moment gebruiken, zijn dat überhaupt wel goede manieren om iets vast te stellen over wat het gevaar is van roken? Kijk, u gaat in uw discussie wat minder ver dan wat ik nu suggereer. U zegt eigenlijk, die ISO-methode is misschien een beetje achterhaald. En misschien moeten we eerder naar die Canadese methode toegaan. Hoewel die ook achterhaald is. Maar als ik dus roker 1 daar even neerzet, dan is het een gigantische onderschatting van het feitelijk gevaar voor die roker. En dan hebben we het niet eens over het dichtknepen van de filtergaatjes. Maar moet u niet zeggen, als u nou advies zou moeten geven aan de minister van Volksgezondheid, wat zou u dan zeggen? Moeten we doorgaan? Moet het RIVM doorgaan met deze manier van meten? Of zou je beter kunnen zeggen, we moeten hier gewoon mee stoppen? Want dit geeft eigenlijk niet een goede weergave van datgene, van het gevaar wat het brengt voor een individuele roker. Nou, zoals het nu gebruikt wordt, is het inderdaad geen goede weerspiegeling van waar rokers aan worden blootgesteld. Maar als we het aanpassen, zoals wij ook hebben opgenomen in discussie, naar 2 methodes, waardoor je een soort van range krijgt. Het ventilatiegaatje afplakken voor de helft, of dus zorgen dat er geen ventilatiegaatjes meer mogelijk zijn in het design. En sowieso dus een intensere rookmethode dan de ISO-methode die nu gebruikt wordt. Dan denk ik wel dat het relevant is om de producten te kunnen blijven controleren op die manier. Want dat is waarvoor het nu gebruikt wordt, om te bekijken wat er dan in zit en om limieten te stellen aan de componenten die in sigarettenrook zitten. Maar we doen dat op basis van gedateerde informatie. We kunnen dat nog steeds doen, maar gebaseerd op informatie die klopt voor het hier en nu, voor de hedendaagse rokers en hun gedrag. En dan denk ik zeker dat het nog wel interessant kan zijn om de rokers die toch blijven roken, ondanks alle beleid dat genomen of bepaald wordt om te stoppen met roken, om die mensen te beschermen, ja, toch een beetje tegen zichzelf, als ik dat zo mag zeggen. Oké, hartelijk dank voor je antwoord. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor van Schaik. De oppositie zal worden voortgezet door professor Borm. Hij is hoogleraar toxicologie aan de Heinrich Heine University of Düsseldorf in Germany, in Duitsland. Professor Borm, gaat uw gang. Dank u wel, meneer de prorector. Beste kandidaat, u heeft geluisterd naar mijn leeropdracht en het gaat over particle toxicology. Dus het zal waarschijnlijk niet verbazen dat we daarop uit gaan komen in de loop van deze vraag. Allereerst wil ik u eigenlijk complimenteren met een geweldige proef. Ze heeft ontzettend mooi opgezet, helder. Tegelijkertijd een hele moedige poging. Een persoonlijke keuze om aan dit onderwerp onderzoek te willen doen. Dat moet ik zeggen, mij al moeite kost om te reviewen, laat staan om daar zoveel jaren intensief aan te werken. Want u schrijft zelf, roken is lethal but legal. Dat kunnen we gewoon met z'n allen, terwijl we hier zitten, in onze zak steken, dat we daar blijkbaar dus niet meer aan kunnen doen.
Dat is niet uniek in de maatschappij. Er zijn nog meer dingen die legal en lethal zijn. Ik wil even gaan naar fijnstof. Fijnstof is iets wat we met z'n allen dagelijks inademen door alle processen die we doen. Autorijden, industriële verbranding, ga maar door. En dat kost ook iets van 10.000 doden per jaar in Nederland alleen. Eigen RIVM-schattingen. Nou, onder fijnstof heb je een fractie, dat noemen we ultrafijnstof. Daar heeft de Gezondheidsraad laatst nog een heel mooi rapport over uitgebracht. En fijnstof heeft de WHO vorige week gezegd, dat moet toch echt wel wat strenger. Als ik nu naar uw proefschrift kijk, dan zie ik tot mijn verbijstering eigenlijk. Als je het over sigarettenrook hebt, dan heb je het over chemische componenten. Maar het feit dat je rook ziet, betekent dat je eigenlijk deeltjes en aerosolen waarneemt. En wel in hoge concentratie. Al uw conclusies, metingen, grafieken, tabellen. We zijn wat mij betreft voor een groot deel gefocust op de relatie tussen gasvormige componenten in de rook en correlatie met de rookmachine, dan wel het verschrikkelijke woord rooktopografie. Ja, daar hebben we even over gedaan. Dus ik zoom even niet in op een hoofdstuk zoals de eerder mensen hebben gedaan. Ik wil eigenlijk uw hele proefschrift tegen de meetlat leggen. Wat zou er gebeurd zijn als ik wel had gekeken naar ultraviolet blootstelling? En dan geef ik aan u de keuze, maar ik zal er gewoon een aantal mogelijkheden opnoemen van waar u op zou kunnen antwoorden. Uw promotor Dick Seim heeft al gezegd, Headspace, de ontbrekende correlatie tussen VOC-concentraties in bloed en Headspace, dat is één. U kunt ook denken van wat zou er gebeurd zijn, wat zou de invloed zijn op ultrafijne deeltjes bij de taping effect. Ik kan echt wel even zo doorgaan, maar pak eens even deze twee en het fenomeen ultrafijne deeltjes en geef mij eens uw inschatting van wat de rol van die ultrafijne deeltjes geweest is in het ontbreken van samenhang of de grote individuele variatie in uw resultaten. Hooggeleerde opponent, dank voor de woorden en dank voor deze vragen. Ultrafijnstof, ik ben er niet in thuis, behalve dat ik het dus regelmatig inadem waarschijnlijk. En roken. We hebben daar inderdaad niet op toegespitst. En we kijken vooral naar grotere deeltjes inderdaad. Misschien ook wel omdat er best wel veel bekend is over de schadelijkheid van die grote deeltjes. Onder andere via de inhalatoire te weg in het lichaam gekomen. Als ik eerst nog even terugga naar de correlatie tussen de bloed en de adem. Van de metingen die we gedaan hebben. Of in ieder geval, of eigenlijk de correlatie die we niet gevonden hebben. Dat kan ook zijn door een stukje methode wat beter kan, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of het praktisch helemaal mogelijk is, maar in de ideale wereld zou dat wel kunnen. We hebben namelijk eerst bloed afgenomen voor die Headspace-methode en daarna pas de adem gemeten. En idealiter, als je iets wil, daar iets over wil zeggen, dan wil je dat op exact hetzelfde moment als het een spiegel zou zijn. En nu zit er toch wel behoorlijk enige minuten tussen. En deze stoffen die we daar gemeten hebben, die zijn behoorlijk volatiel. Dus ze zijn ook zo weg, laat ik het zo zeggen. De methode alleen al kan daar een reden zijn waarom we daar geen correlatie hebben gevonden. Maar sommige van die componenten, en dat geldt misschien dan ook wel voor die ultrafijnstofcomponenten. Maar ik vraag me toch even af, hoe kan het zijn dat als je naar, ja, je bent wel van fijnstof, ben je op de hoogte, ultrafijne deeltjes zijn deeltjes in principe per definitie kleiner dan 100 nanometer. Vliegen door alle filters heen in principe. Vliegen ook in de long, als het ware door het epithel naar het interstitium, zeker onder condities waar het epithel het beschadigt. En ze kunnen allerlei compounds absorberen. Dus al die stoffen die je meet, kunnen voor een deel ook door een deeltje, als het ware, bloed ingetransporteerd zijn. Dus ik zie dat toch wel als een uitdaging, ook voor het onderzoek van het RIVM zelf, om dat later op te pakken.
Ik heb nog een tweede vraag voor u. En dat heeft een beetje met die satisfaction van de roker te maken. Want u heeft daar hele interessante bespiegelingen over of het nou wel of niet nicotine gedreven is. En u heeft daar zelf een soort hele simpele vuistregel bedacht van... het duurt 10 seconden voor na inhalatie de venous return naar de hersenen is. Dus zo snel kan het niet gaan. Maar toen dacht ik ook weer even, en er kunnen farmacologische mechanismen een rol spelen. Perfect. Toen dacht ik ook weer aan ultrafijne deeltjes. Want wij weten inmiddels dat ultrafijne deeltjes door de neus direct via de olfactorische zenuw naar de olfactorische bulb kunnen gaan. Zo ruiken we namelijk ook. Die ultrafijne deeltjes zijn aangetoond bij diesel, bij andere stoffen, dat ze via die zenuw naar die bulb kunnen migreren en daar dus in feite cognitieve processen in gang kunnen zetten. Vraag 2 dus eigenlijk, weer gerelateerd aan ultrafijn, heeft u daar naar willen kijken? Zijn er mensen die daarnaar gekeken hebben? Wat die opnameweg in die cascade eventueel met die satisfaction van de roker te maken heeft? Zou dat snel genoeg zijn? Is dat een proces dat alles in oogschouw genomen is? Dus graag ook hierop even je reactie. Het is inderdaad een hypothese dat die 10 seconden te lang zou zijn om gelijk te reageren en dat er wellicht wel andere processen spelen. Hoe dat zit met die ultrafijnstofdeeltjes, dat weet ik niet. Daar heeft u meer verstand van dan ik. Dus ja, wellicht is daar ook nog wel iets wat daarmee te maken heeft dat er snel een sensatie is die een roker heel erg prettig vindt, waardoor ze een bepaalde satisfactie hebben. Ja, dat zou kunnen, maar dat wordt dan niet door nicotine gedreven, maar door een ander componentje dat behoort tot die ultrafijnstoffen. Ik heb hier nooit eerder aan gedacht om dit in het onderzoek op te nemen, maar er is wel onderzoek gedaan naar verschillende groottes van componenten in sigarettenrook en waar die terechtkomen in de longen. Om iets te kunnen zeggen over wel of niet schadelijke effecten daarna. Maar met die satisfactie heb ik nog niks over gelezen. Dus wellicht een leuk idee voor een grant. Ja, ik denk zeker noodzakelijk om daarnaar te kijken. Ja, ik zie de rector al mij tekenen geven, de prorector, dat ik wat groot moet zijn. Ik had nog een vraag over de biologische effecten die niet in uw briefschrift staan, maar dat laat ik helemaal over aan de volgende referent die u daarover gaat ontvragen. Dank u wel en nog een fijne defense. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Borm. De oppositie wordt voortgezet door dokter Remmels. Hij is assistant professor in pulmonary toxicology aan de Universiteit Maastricht. Dokter Remmels, gaat u gang. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, ook ik wil u graag, ik wil starten met u graag feliciteren met het tot stand komen van dit mooie proefschrift. En ik wil daar uiteraard ook uw hele promotieteam bij betrekken. Het is een zeer lijvig proefschrift geworden, moet ik zeggen, toen ik in mijn postvakje vond. En ik ben ervan overtuigd dat het een reflectie is van al het harde werk en al de tijd die u samen met uw team daaraan gespendeerd heeft. Dus daar alvast mijn complimenten voor. Uw proefschrift handelt ook over een uitermate maatschappelijk relevant onderwerp, zoals al eerder genoemd. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, zoals u zelf in uw opening ook. Het is ook een geheel chemisch-analytisch proefschrift. Ik moet zeggen dat enigszins buiten mijn eigen comfortzone was, aangezien ik mijn interessegebied en field of expertise meer dan moleculaire celbiologie en de mechanismen die ten grondslag liggen aan bepaalde ziektes. Dus dat was enigszins out of my comfort zone, als ik dat zo mag zeggen. Dus ik hoop dat u daarom ook kan appreciëren dat ik nu ga trachten u ook zelf uit uw eigen comfortzone te halen. En ik wil het graag een beetje met u filosoferen over de biologische mechanismen die schuilgaan achter de ziektes die geassocieerd zijn met sigarettenrook. Dus met blootstelling aan de chemische verbindingen die u in uw proefschrift heeft gevonden. En ik wil u ook uitdagen om dan misschien een beetje out of the box te denken en misschien na te denken over andere verbindingen die u had kunnen meten of andere biologische effectmaten, zoals de vorige opponent al aanstipte, die u had kunnen meten en niet gedaan heeft. Natuurlijk kunnen we niet alles doen, maar goed, laten we daar eventjes over van gedachten wisselen.
Nou, zoals iedereen weet, is roken geassocieerd met een aantal zeer prevalente en heel ernstige ziektes. Hè. Om een aantal te noemen, hart- en vaatziekten is heel belangrijk. Een heel dodelijke ziekte geassocieerd met roken. En met dit gevolgd door longkanker en andere ernstige longaandoeningen zoals COPD. Nu, ik wil graag deze groepen aandoeningen één voor één met u overlopen en met u over gedachten wisselen over welke stoffen u nu denkt dat daar het belangrijkste zijn. Laten we beginnen met hart- en vaatziekten. Roken is geassocieerd met hart- en vaatziekten. Nu, welke van de stoffen die u gemeten heeft of die u niet gemeten heeft, denkt u dat het belangrijkste zijn in het ontwikkelen van hart- en vaatziekten geassocieerd met roken? Zeer geleerde opponent, dank voor de mooie woorden en voor de filosofische vraag. Waarbij ik in mijn chemische analytische proefschrift niet zo heel veel aandacht heb besteed, inderdaad. Dus ik ga mijn best doen om mijn achtergrondkennis uit mijn studie weer terug boven te halen. Zo 1, 2, 3 een stof noemen die leidt tot cardiovasculaire ziekte door roken vind ik best wel lastig. Wij hebben in mijn proefschrift vooral gefocust op, op wat anderen al... samengevat hebben als componenten die leiden tot rookgerelateerde ziekten, onder andere de hart- en vaatziekten. En dat is natuurlijk de lijst die ook in de toprechtstudie staat genoemd. Ja, als ik u alvast even mag onderbreken, dus de keuze van die stoffen, die moet ergens op gebaseerd zijn geweest. Waar is die precies op gebaseerd? We hebben het advies van de WHO, wat al geformuleerd is voordat ik begon aan mijn project, hebben we opgevolgd. Zij maken onderscheid in verschillende componentgroepen. En van die componentgroepen hebben ze de meest schadelijke stoffen eruit gepikt, waar dus die het meest potent zouden zijn om risico te verhogen op het ontwikkelen van rookgerelateerde ziekten. En wij hebben daarvoor gekozen om dus te focussen op de aldehydes en op de volatiles, op de VOX. En we hebben een hele reeks aan die aldehydes gemeten, waarbij we vooral focussen op acrolyne, acetaldehyde en formaldehyde, omdat die toch wel bovenaan in het lijstje staan. Ja, ik denk dat u daarmee, sorry dat ik u nog ontbreek, heb een paar andere vragen. Maar de aldehydes zijn inderdaad zeer belangrijk. Hebben we even nageslagen. Nicotine heeft wat effecten op het cardiovasculaire systeem, leidt tot hoge bloeddruk, effecten op het hart. Maar de aldehyden dragen daar ook zeker voor. Dus ik denk dat we daar over eens kunnen zijn dat u daar een goede groep stoffen te pakken had. Wat u denkt van longkanker? Welke van de stoffen die u kent of die u heeft onderzocht, in sigarettenrook, zijn direct geassocieerd met longkanker? Dan zitten we denk ik meer aan de volatiles te denken. Onder andere benzeen is denk ik wel een van de stoffen die daar belangrijk is. Ja, oké. Okay. En denkt u nog aan andere groepen stoffen die u niet gemeten heeft? We hebben nog de PAX die we wel gemeten hebben, maar niet in het proefschrift terechtgekomen zijn. Maar ook metalen zijn er nog. En zo kunnen we nog wel even doorgaan met de componentgroepen die allerlei slechte effecten hebben op de gezondheid van de mens. Ik zie de vorige opponent ook al aan ultrafijne deeltjes denken. Maar inderdaad, er zijn nog een aantal. De polycyclus aromatische koolwaterstoffen, heel belangrijk in het risico op longkanker door het vormen van verbindingen met allerlei biologische moleculen. Goed, COPD was een derde groep van een belangrijke longziekte. Daar zit al wat onduidelijk en daar zouden bijvoorbeeld ook de aldehydes een rol in kunnen spelen. Als u nog heel even terugdenkt aan uw eigen studies, u heeft natuurlijk biomarkers van blootstelling gemeten, nicotine, cotinine bijvoorbeeld in verschillende compartimenten. Als u nu zou moeten kiezen, welke biomarker van biologisch effect had u graag nog willen meten of had u kunnen meten? Het ideale zou zijn als we aan de ene kant de primaire component, zoals bijvoorbeeld acrolyne of acetaldehyde, meten in de sigarettenrook. Die kunnen we zeggen dat het mondblootstelling is. En daarnaast zetten we de metabolieten ervan. Dus wat er daadwerkelijk in het lichaam gemaakt wordt van die aldehyde. Dus voor biologisch effect zou het mooi zijn om de metabolieten van de stoffen die in sigarettenrook zitten te meten en te kijken of daar een relatie tussen die twee is. Uiteindelijk is het vaak de metaboliet die zal zorgen voor de ontwikkeling. Ja, dat zou een intermediair kunnen zijn, maar als u echt naar een eindpunt zou moeten gaan kijken. Hè? Wat voorspellend zou zijn voor een biologisch effect leidend tot een ziekte, longkanker. Wat zou u dan kunnen meten? U heeft bloed afgenomen bijvoorbeeld, had u daar iets in kunnen bepalen?
Ja, de metabolieten hadden we daarin kunnen bepalen in het bloed, denk ik. Had u misschien ook nog kunnen denken aan bepaalde adducten of DNA-schade? Ja, dat kan ook. Maar dan zitten we alweer een stapje verder. Want dan is het ook daadwerkelijk al schade berokkend door de metaboliet. Of door, en dat is echt de voorloper van het ontwikkelen van die rookgerelateerde ziekte. Terwijl dat is niet één op één. Het is niet zo dat een component die in het bloed terechtkomt ook daadwerkelijk de schade zal berokkenen. Precies. Dus het was interessant geweest, denk ik, als u de laatste stap ook nog had kunnen maken. Waar u de relatie tussen misschien de meer intense individuele rooktopografieën met bijvoorbeeld een eindparameter als DNA-schade of adductvorming in het DNA had kunnen. U natuurlijk kan je niet alles doen. De tijd en de middelen zijn altijd beperkt. Misschien als allerlaatste vraag, en ik denk dat we tot aan het einde komen. De tabaksindustrie staat niet stil. De maatschappij gaat voort, de tabaksindustrie staat niet stil en is steeds bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. Ik heb het woord e-cigarettes al eens gehoord. Er zijn ook bepaalde tabaksproducten die je verhit tegenwoordig en niet verbrandt. Die geven ook emissies af. Hoe denkt u dat deze emissies verschillen van normale sigaretten? En zijn deze nieuwe producten dan ook echt veiliger of minder ongezond te noemen? Kan u daar kort op antwoorden? Ze verschillen in zoverre van de combustibles in dat er geen verbranding plaatsvindt bij de HTP's, alleen maar verhitting. Dus mijn vraag of mijn antwoord afmakend. Dat mag u heel kort doen. De componenten moeten al aanwezig zijn in de tabak die verhit gaat worden. En bij een sigaret is er gewoon een complete productie van nieuwe componenten die we meten in de sigarettenrook. Oké, ik ben tevreden met uw antwoord en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Ja, en nu mevrouw Pauwels, het is u natuurlijk niet ontgaan dat het nu echt de tijd voor het verdedigen van uw proefschrift voorbij is. De commissie zal zich nu terugtrekken voor beraad over de kwaliteit van uw proefschrift en vooral ook over de kwaliteit van uw verdediging. En ik vraag u om onze terugkomst af te wachten en de uitslag van ons beraad.
Ik zie mevrouw Pauwels ook. Ik zie iedereen terug. Mevrouw Pauwels, die commissie hier aanwezig online heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de kwaliteit van uw verdediging die u hebt gevoerd. En op grond van haar positief oordeel, en gelet natuurlijk ook op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Van Schoten is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. En het woord is dus aan uw promotor, professor Van Schoten. Beste kandidaat, belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u Charlotte, Gabriella, Guido, Marguerite, Pauwels tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan ontvangt u binnenkort de bul, door rector, secretaris en promotor ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd, zoals nu getoond door de pedel. Dr. Pauwels, van harte gefeliciteerd, Charlotte. En nu zal Reinske, een van je co-promotor, de laudatio uitspreken. Dankjewel. Weledelzeer geleerde vrouwen, beste Charlotte. Allereerst wil ik ook je van harte geluk wensen met het behalen van je doktersgraad. Je hebt er heel hard voor gewerkt en je hebt het meer dan verdiend. Je kwam eind 2014 voor het eerst naar het RIVM om kennis te maken. En het is nu tijd om even terug te kijken en dat doe ik ook namens je andere supervisoren. Je project was een samenwerking van het RIVM met de Universiteit van Maastricht en NVWA-bureau. Van Frederik Jan heb ik begrepen dat je voortvarende karakter al vroeg naar boven kwam. Tijdens het 35-jarige jubileumsymposium van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie was er een volksdansavond. En toen ben je op hem afgestapt om te informeren naar de AIO-positie in Maastricht die beschikbaar was. Dat was een hele goede timing en blijkbaar hebben je dansmoves indruk op hem gemaakt. En na een aantal sollicitatiegesprekken werd jij aangenomen. Jammer dat ik er niet bij was, ik had jullie graag zien volksdansen. Je hebt toen eerst een tijdje bij Anton gewerkt, op bureau in Utrecht, om met hem te spreken over zijn visie op het project en om van hem te leren. De bedoeling was vooral om je bij te spijkeren in de chemie en om je te verdiepen in rooktopografie. Dat had je zeker wel nodig toen je na een tijdje op het RIVM begon. Je hebt samen met Hans, Walter en mij het effect van de rooktopografie op de emissies van veel verschillende schadelijke stoffen onderzocht. Je hebt ook veel hulp gehad van Jeroen bij de statistiek en van Wouter, onder andere bij de perikelen met het Crest Micro Device. Het labwerk was best snel afgerond. Voor de planning en het regelen had je mijn hulp helemaal niet nodig, want je wist de juiste mensen gemakkelijk te vinden en goed met hen samen te werken. Je wist je data ook altijd heel helder te presenteren. Ik vond het ook altijd heel leuk als je langskwam voor overleg. Dan kwam je langs met je laptop om mij even een update te geven, of zoals Frederik Jan zei, even te babbelen. En in die overleggen zocht je vooral naar hulp bij de duiding van je resultaten. Wat je wel lastig vond met zoveel verschillende data. Ook kon ik je goed helpen met het schrijven en met het structureren van een manuscript. Nou, dat werk heeft dan ook tot een mooie wetenschappelijke publicatie geleid, maar ook heeft jouw dataset een grote rol gespeeld bij het op de kaart zetten van de zogenaamde Schummel-sigaret. Staatssecretaris Van Rijn heeft in 2017 een brief gestuurd naar Eurocommissaris Andriukaitis om aandacht te vragen voor de rol van filterventilatie en het feit dat de wettelijk voorgeschreven ISO-methode de blootstelling van de roker onderschat. Als bijlage van zijn brief waren jouw data over teer, nicotine en koolmonoxide meegestuurd. En daar mag je ook heel trots op zijn. Eigenlijk had en heb je altijd een heel goed humeur en je bent ook expressief en gevat.
Je lag dan ook goed in de groep en je werd vooral met Kim heel goed bevriend. Jullie hebben veel aan elkaar gehad en dat geldt nog steeds. Toen ben je verhuisd naar Sittard om in Maastricht te gaan werken, waar je de humane studies hebt uitgevoerd. Hierin heb je veel met Agnes en Frederik Jan samengewerkt. In Maastricht kwamen ze erachter dat je graag zaken organiseert. Leuke dingen, zoals dagjes uit, borrels en kerstvieringen, maar ook werkgerelateerde zaken, zoals jaarlijkse congressen van de NVT. Hoogtepunt van je organisatietalent was toch wel de uitvoering van je vrijwilligersstudies in Maastricht. Hiervoor zat je met je vrijwilligers in een hotelkamer die had omgebouwd tot een mobiel lab, inclusief centrifuges, sampling, apparatuur, heel veel gelabelde buizen en maar liefst 2 klokken om de tijd in je studie, maar ook de tijd daarbuiten in de gaten te houden. Ook wist je heel goed mensen uit de vakgroep en daarbuiten te enthousiasmeren om extra handen te leveren voor deze studies. Het werken met 4 begeleiders op meerdere werkplekken vond je wel een uitdaging. Ik heb je dan ook meer dan eens een traantje zien wegpinken als de zaken niet zo gingen als je hoopte. Vooral dat het niet zo snel ging als je zelf wilde, had je moeite mee. Het past namelijk niet bij jou om af te wachten. Je hebt je werk op verschillende internationale congressen gepresenteerd, zoals de ECTO en de SRNT. Een hoogtepunt was zonder meer je reis naar de VS samen met Kim. Jullie hebben daar je werk gepresenteerd op een groot congres en werkbezoeken gebracht aan verschillende vooraanstaande onderzoeksgroepen. Dat heeft wetenschappelijk gezien iedereen veel opgeleverd. Maar het zag er ook heel gezellig uit op de foto's. Frederik Jan verzuchtte dan wel eens, wordt er hier ook nog gewerkt en het kost allemaal zoveel. Maar dan dacht hij aan je dansmoves en je netwerken en gaf hij maar weer toe. Avontuurlijk ben je ook en je volgde zeker niet het standaardtraject. Waarschijnlijk dacht je op een gegeven moment, nou, dat AIO-schap valt me alles mee. Dat is een goede periode om een kind te krijgen. En inderdaad, op een mooie dag kwam daar baby Florian, die we ook op het RIVM hebben mogen bewonderen. En je hebt ook nog een pup genomen. Je bent tussendoor naar Ede verhuisd en vervolgens ook nog naar Oostenrijk om een school te gaan vormgeven samen met Martijn. En ondertussen tijds- en plaats onafhankelijk werken. Al voordat we niet meer beter wisten in verband met COVID-19 maatregelen. Maar je skiplan viel in duigen doordat hetzelfde virus roet in het eten gooide en het skiën on hold ging. Oh ja, je bent ook nog getrouwd. Kortom, aan leuke dingen en uitdagingen geen gebrek. Charlotte, ik moet afronden. Ik hoef je gelukkig niet te missen. Dat vind ik heel fijn. Je werkt nu alweer meer dan een jaar op het RIVM als onderzoeker. En ik vind het heel prettig om met je samen te werken. Je kunt heel goed met mensen omgaan en mensen motiveren. Je bent een doener en ook erg snel en proactief. Zelf ben ik wat bedachtzamer, dus we vullen elkaar mooi aan. Ik vind het erg prettig dat jij geen ja-maar-type bent en niet snel zult denken dat je iets niet kunt. Je schroomt ook niet om uit je comfortzone te komen. Zo heb je bij ons centrum een project ingediend en toegekend gekregen over marketing, wat toch echt niet aansluit bij je achtergrond. Ik mag dat heel graag, zo'n mentaliteit. Ik hoop wel dat je nu een wat relaxtere periode ingaat. Wat de toekomst verder ook brengt, jij komt er wel. Je zult deze vast met open vizier en vol daadkracht tegemoet treden. We wensen je alle 4 het allerbeste. Dank je wel. En dan wil ik nu graag het woord weer teruggeven. Zeer geleerde dokter Pauwels, beste Charlotte. Het is mij een groot genoegen om je van harte te feliciteren met het behalen van het doctoraat. En ik doe dat ook namens het College van Decanen van de Universiteit Maastricht. Ik wil graag nog een paar karakteristieken en gedachten delen die we in de commissie besproken hebben. Zonder overigens natuurlijk precies een oordeel te geven. Maar ik wil wel een aantal dingen met je delen. En we hebben geconstateerd in ieder geval dat je een heel mooi proefschrift hebt afgeleverd, met waarin een aantal, wel veel werk in verzet en een aantal hele goede studies zijn opgenomen en die ook voor een deel al gepubliceerd zijn in goede tijdschriften. En wat ook heel duidelijk is, dat heel goed is uitgekomen wat het belang is van individueel rookgedrag voor de vaststelling van de blootstelling aan tabaksrook. De verdediging hebben wij als heel bevredigend beschouwd. En zeker als het ging over de
vragen die betrekking hadden op het binnen het raamwerk van het proefschrift. Maar de commissie had ook nog graag wat nader met je willen discussiëren over die issues die ook natuurlijk buiten het raamwerk en de comfortzone van jezelf en van het proefschrift hadden bevonden. Maar ik heb er geen twijfel over dat dat later nog wel zal gebeuren. Ik wil dus ook met het resultaat in de vorm van een proefschrift en deze mooie verdediging ook je vier promotoren van harte feliciteren. Ik wil daar dus graag ook naar Frederik Jan van Schoten, naar Anton Opperhuizen, naar Renske Talhout en ook Agnes Boot van harte betrekken bij mijn felicitaties bij het resultaat wat wij vandaag hebben gezien. Van harte gefeliciteerd daarmee. En natuurlijk wil ik ook bij mijn gelukwensen betrekken je partner, je ouders en je schoonouders en natuurlijk ook de andere leden van je familie. En natuurlijk ook je collega's, en dat zullen er velen zijn, en vrienden en ook degene die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van al de studies die uitgevoerd zijn en die verschenen zijn in de theses en in de publicaties. Before I close this academic ceremony, I would like to thank all the members of the degree committee and of the thesis assessment committee. And in particular, I would like to thank the external members of the committees. And Maastricht University appreciates your input very highly. So thank you very, very much. I would like to invite the members of the committee to stay online and after the closing of the ceremony, we will stop the live stream, but we as a committee would like to chat with you and congratulate you, Dr. Powels, in a minute. Hereby, I close this academic ceremony at Maastricht University.